Eindelijk is het zover. De Eurostar rijdt sinds 26 oktober rechtstreeks van Amsterdam via Rotterdam en Brussel naar Londen. De dingen zijn 400 meter lang en hebben plaats voor 900 reizigers. Toch was het allesbehalve druk bij de eerste rit. Er zaten naar schatting zo'n ongeveer 50 mensen in. Dat komt doordat iedereen die nu naar het Verenigd Koninkrijk reist vanwege de coronacrisis eerst 2 weken in quarantaine moet. Om dezelfde reden waren er geen festiviteiten rond de eerste rit. Toch wordt de lancering van de Eurostar als historisch gezien. De verwachting is dat de Eurostar grote impact zal hebben op de luchtvaart tussen Amsterdam en Londen en tussen Brussel en Londen, legt onderzoeker Bart Donners van Royal Haskoning uit. Het wordt zo snel om vanuit Rotterdam of van de regio Den Haag, Utrecht naar Londen te reizen, dat het eigenlijk niet meer interessant is überhaupt om eerst naar Schiphol te reizen. Daardoor de douane te gaan, dan naar Londen te vliegen en dan een trein te pakken die teruggaat naar Londen. Dat je eigenlijk veel beter die Eurostar kan pakken. Ook Roger van Bokstel, tot 1 oktober de topman van NS, is optimistisch over de Eurostar. Ik denk dat het voor Nederland geweldig is om een prachtig alternatief te hebben. Korte afstand met de trein, duurzaam vervoer, even concurrerend in prijs met het vliegtuig. En ja, we willen allemaal minder vluchten op de korte afstand en meer trein. En dat wordt nu mogelijk. Eigenlijk had de eerste rit al zo'n 4 jaar geleden moeten plaatsvinden. Eerst waren de treinen niet op tijd af en vervolgens bleek er geen verdrag te zijn met het Verenigd Koninkrijk. En dat is nodig voor de douane en veiligheidscontroles. Ook de coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, want anders was de verbinding al op 30 april gestart. Vanuit het Verenigd Koninkrijk is het overigens al sinds april 2018 mogelijk om met de Eurostar van Londen naar Amsterdam te rijden. Dat komt doordat er dan in Nederland geen paspoortcontrole nodig is. In februari vertelde NS International directeur Heike Luiten dat de Eurostar Londen-Amsterdam een succes is. We hebben eigenlijk 2 jaar geleden zijn we gestart met de stapsgewijze introductie van de Eurostar. We zien dat tot nu toe al 500.000 reizigers er gebruik van hebben gemaakt. Maar dat was eigenlijk alleen maar 1 kant op echt goed geregeld. En de andere kant natuurlijk tot nu toe nog steeds met de overstap in Brussel. De verwachting is dan ook dat zodra er weer meer gereisd kan worden, de vraag naar de Eurostar toe zal nemen. Het is de bedoeling dat op termijn 5 directe treinen per dag gaan rijden. Op dit moment zijn dat er 2. Wordt de waterstoftrein de opvolger van de dieseltrein? In elk geval wel in de Duitse regio Rhein-Main. Deze regio heeft 27 waterstoftreinen besteld. Dat is wereldwijd de grootste order tot nu toe. Vanaf december 2022 zullen de schone treinstellen te zien zijn op verschillende lijnen rond Frankfurt. Het treinkaartje wordt in 2021 duurder. Dat heeft NS begin november bekendgemaakt. Gemiddeld gaan de reizigers volgend jaar 1,5% meer betalen. Dat is gelijk aan de verwachte inflatie. Toch zullen sommige reizigers te maken krijgen met een veel grotere stijging. Dat komt doordat vaste klanten vanaf volgend jaar geen korting meer kunnen krijgen tijdens de avondspits. Volgens het spoorbedrijf is de prijswijziging nodig, omdat ook de kosten bij NS zijn gestegen. Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Op 2 november is in Spijkenisse een metro door een stootblok gereden en bovenop een kunstwerk blijven hangen. Wonderwel raakte er niemand gewond. Na het ongeluk had de RET en de veiligheidsregio de handen vol met de berging. Eerst moest het metrotreinstel worden vastgezet om te voorkomen dat het naar beneden zou vallen. En ook moest hij in 2 stukken geslepen worden, omdat het anders niet naar beneden getakeld kon worden. Uiteindelijk kon de berging na 3 dagen worden afgerond. Het verongelukte stel is afgevoerd naar de Waalhaven in Rotterdam, waardoor de inspectie nader wordt onderzocht. De NS heeft een nieuwe potentiële koper gevonden voor de oude dieseltreinen van het type DM90, ook wel de Buffel genoemd. Het Poolse SKPL heeft belangstelling voor de treinen. Ze werden aanvankelijk aan het Roemeense Ferrotrans verkocht, maar die kwam de treinen nooit ophalen, waarna de aankoop door de rechter is ontbonden. De interesse uit Roemenië en Polen in de Buffel is geen toeval. In beide landen rijden al voormalige Nederlandse treinen. Het gaat daarbij om de Watloper, een dieseltrein die jarenlang in Groningen en Friesland reed op de noordelijke nevenlijnen, zoals die heten.
door 24 Trains. Reden om eens te kijken waar de wadlopers nu rijden. En waar we in de toekomst dus mogelijk ook de buffels kunnen vinden. In Polen worden de wadlopers sinds 2009 ingezet. Geel-blauwe treinen zijn overgespoten en gingen rijden voor de Poolse firma Sigma. Maar die spoorwegmaatschappij bestaat niet meer. Toch zijn de wadlopers nog steeds te zien. Nu bij SKPL, dezelfde maatschappij die dus de buffels wil kopen. Onder andere in Chojnice, een Poolse stad ruim 100 kilometer onder Gdansk. In Roemenië is de spoorwegmaatschappij TFC de trotse eigenaar van de wadlopers. Ze worden onder andere ingezet vanuit de hoofdstad Boekarest, maar ook rond Cluj-Napoca. Veel treinen hebben nog de Nederlandse bekleding, al hebben sommige een renovatie gehad waarbij de stoelen rood gestoffeerd zijn. Ook de Nederlandse kunst is nog op de wanden zichtbaar. Nederlandse teksten zijn echter zorgvuldig, overal verwijderd. Alleen in de machinistencabine is nog een sticker te vinden waarbij de maximumsnelheid in onze taal aangegeven staat. Naast Polen en Roemenië rijden er ook nog wadlopers in Argentinië.